Hallo bezielers, welkom bij Bezieling met Mirai. Wat goed dat je kijkt. Volle maan in tweeling. Wauw. Ik zeg altijd wauw, maar dit is de laatste volle maan. En ik vind het zo mooi dat het ook in tweeling valt. Ik kan nu alvast verklappen dat deze volle maan hele mooie aspecten heeft. Kijk maar verder. Let's go. Mijn naam is Mirai Bruin. Ik ben een spiritual teacher, mentor, healer en reader. Als ik je ergens mee kan helpen, weet mij te vinden op www.bezielingmetmiraije.nl. Volle maan. Een volle maan is natuurlijk altijd een bepaalde verhoging, bekrachtiging en vaak best wel intens. 3 dagen ervoor en 3 dagen daarna ervaren we dat. We kunnen minder slapen, voelen ons wat hooggevoeliger, weet niet zo goed waar we naartoe moeten, maar ook vooral een soort van expansie en een soort van hoogtepunt die er aankomt in een bepaald thema in je leven. Dus wellicht ervaar je het al. Volle maan in tweeling. Laten we met het begin beginnen. Natuurlijk ga ik zo de kaarten erbij gebruiken. Maar laten we even met de aspecten, astrologische aspecten beginnen. Tweeling. Collectief kunnen we ervaren dat we letterlijk in 2 keuzes zitten. Ga ik nou toch die cursus doen? Die opleiding? Of toch die? Ga ik toch voor die huis of die huis? Of ga ik voor die man of die vrouw? He, dus we hebben overmatig veel keuze en het is een beetje all over the place. Dat gevoel kunnen we ervaren. We kunnen een verhoging, een versterking voelen met onze communicatie. Communicatie letterlijk, he, dus hoe we praten, maar ook technologie. Wellicht ook collectief kunnen we in social media dingen verwachten die of veranderen of opvallend zijn. Misschien begin je met een nieuwe website. Misschien wil je een nieuwe cursus gaan starten. Laten we niet vergeten dat we ook nog in de boogschutterperiode zitten en die heeft ook heel erg te maken met ja, het verhogen van je kennis, je wijsheid, spiritualiteit en zingeving. En wellicht ben je ook echt bezig met een nieuwe opleiding of wil je een nieuwe opleiding gaan starten of je wil gaan reizen. En laten we natuurlijk niet gaan hebben over hoe reizen op dit moment eraan toe gaat, maar reizen kan wel een soort verlangen zijn deze periode. Wat wil ik volgend jaar gaan doen? Welke reis wil ik gaan maken? Als het nou wel of niet kan, reizen kunnen we ook als we gewoon bij onszelf blijven. Dus dat is de boogschutter tweeling. Tweeling heeft de krachtige kant van tweeling is, het zijn hele creatievelingen, zijn echte artists, kunnen heel veel dingen tegelijk, kunnen meer dingen tegelijk in de zin van ze kunnen een boekhouder zijn en een make-up artist tegelijkertijd. Weet je, dat soort energie. Het zijn heel goede kennisvergaders, hè? Dus die houden van om hun kennis te vergaren en het graag weer delen met de wereld. Dat kunnen we misschien collectief ervaren, hè? Dat je merkt dat je dat meer wil gaan delen, meer wil gaan uitdragen. En vooral met de combinatie met boogschutter, die is eigenlijk ook heel erg van het uitdragen. Heel erg mijn waarheid is de waarheid, heel erg filosoferen over het leven. Over wat er nu gaande is in de wereld. Dus dat kan ook heel erg verhoging plaatsvinden. Tegelijkertijd sowieso heel veel vuur en wat speelsheid. Misschien ook wel wat meer romantiek om je heen. Maar nogmaals, heel vaak heeft dat nu te maken met een bepaalde keuze die je moet maken. En die je niet makkelijk vindt wellicht. Maar om het te maken met een hele fijne aspect met Uranus uit mijn hoofd. Met Uranus en er was nog één, kom ik zo op terug. Uranus is de planeet van vernieuwing, van onverwachte veranderingen in je leven. Dus dan hebben we de volle maan die natuurlijk heel erg aan het verhogen is, versterken. En vaak als negatief wordt gezien van, oh ik moet iets loslaten en dat klopt ook vaak wel. Maar de aspecten op dit moment zijn wel heel mooi. Oh ja, Jupiter. We hebben te maken met Uranus en Jupiter. Dus Jupiter is echt een heel mooi vrouwelijk planeet die een expansie geeft in je leven, overvloed. Dat kan echt financieel zijn, maar kan ook in liefde zijn of iets wat je toekomt. Dus hè, je hebt zo hard gezaaid en nu kan je gaan oogsten, dat gevoel. En Uranus doet het heel onverwachts. Dus je verwacht het niet meer en ineens gebeurt het je nog de laatste maand van het jaar. En dat gun ik je ook. Dus hoe mooi is dat? We gaan eens kijken wat de kaarten te vertellen hebben. Laatste maand. Ja jongens, ik vind het altijd soort van bijzonder. Ik heb altijd een blij gevoel. Oh, oké, rustig. Ik heb altijd een heel blij gevoel van.
Oké, dat zijn er wel heel veel. En dan hoor ik sommige mensen, ja, allemaal laten, allemaal wil ik zien. Nou, ik ga nog heel even vragen voor, ja, oh. ik ga ze uitleggen waarom ik zo hard lach. Goed, ga eens kijken wat de kaarten jullie te vertellen hebben. Nou, er is maar één omgekeerd. Nee, twee. Oké. Wat ik zie. Wat ik al net al een beetje zei. Jupiter, expansie, komen dingen aan. Of zijn al aangekomen. Hè? Hou rekening mee, een week van tevoren, week erna met de volle maan. Weet je wel, je krijgt het in een pakketje. Goudpakketje, dat kan een aanvraag zijn voor je nieuw bedrijf. Het kan zijn dat je een nieuwe baan krijgt. Het kan zijn dat je een nieuw inzicht hebt gekregen. Een nieuw huis. Noem maar op. En je denkt, mijn god, waar heb ik het aan verdiend? Wat gebeurt er veel met mij? Wat is er veel aanwezig? Wat komt er veel naar mij toe? Mm-hmm. Tegelijkertijd. We zitten wel in de volle maan. In tweeling. Kijk, de tweeling noem ik de trickster. En de trickster is... Ik zeg niet de... De trickster is zeg maar, een tweeling kan heel goed blijven lachen terwijl je helemaal niet van binnen lacht, weet je wel? Een tweeling is extreem goed in iets te laten zien wat er niet helemaal volledig is. Tegelijkertijd, de booschutter kan wel heel erg juist ze achterste van zijn tong laten zien. Dus die combinatie kunnen we heel erg hebben. Wat ik hiermee bedoel te zeggen, kijk heel goed, hier hebben we de slang. Dus de cadeautjes die je krijgt en je gaat ze uitpakken, is vaak niet op dit moment wat je dacht dat het was. Ook Uranus, onverwachts. Het voelt wel heel... Ja, van wauw, oh wauw, te gek. Maar ja, let op de kleine letters. Let even goed op wie je aantrekt. Weet je het zeker dat je dit wilt doen? Is dit wel het juiste moment? Dat is even belangrijk met deze kaart. Dan zie ik wel weer een hele mooie afronding. Wat bedoel ik daarmee? Ga eens terug naar 10 juni. Zeg het goed? Ja, 10 juni 2021 hadden we een solar eclipse in tweeling, een nieuwe maan. Daar ben je iets begonnen, iets nieuws gestart, wat nu uiteindelijk tot een bepaalde einde komt, een bepaalde afsluiting. Dus we hebben iets karmisch afgerond en we gaan weer een nieuwe stap maken. En ik geloof erin dat leven vol met cirkels is, met een death and rebirth, een nieuw begin en weer... Dat het weer voorbij is, een nieuw begin, dat het weer voorbij is. En het mooie is, met een volle maan, een nieuwe maan, kan je dat heel goed voelen ook. Dus wat ben je mee begonnen? 10 juni. Nieuwe maan. Solar eclipse 2021. En wat ben je nu aan het afronden? Ik ben heel benieuwd. Zet even in de comment. Tegelijkertijd, we hebben ook letterlijk de maankaart in ons reading. Let heel goed op jouw mannelijke en vrouwelijke kant. Ben je misschien te... mannelijk op dit moment, te veel in je ik doe het wel allemaal alleen en ik heb niemand nodig. Of zit je te veel in ja, ik heb niemand en niemand is er voor mij. Even overdreven gezegd, hè. Dus mannelijke, vrouwelijke kant. Let even op hoe daar met je gaat. Heb je daar nog iets in te doen? En tegelijkertijd, eigenlijk wat je hetzelfde dat ik hier zei. De maankaart heeft altijd vaak te maken, ik wil niet zeggen met verraad of met wraak of met vreemdgaan. Maar het heeft wel te maken met dat er iets gaande is in je omgeving die wellicht waar je het nog niet helemaal helder ziet. En daar mag even meer naar gekeken worden. Het kan een relatie zijn, werk, huis, noem maar op. Kijk maar even wat resoneert met jou. Deze is omgekeerd. Het is een hele mooie kaart. De cadeautjes, wat ik net al zei, het goud, de stappen die je wilt maken, die er al voelt branden in je lichaam, die komen eraan, hè, vertrouwen. Maar deze kaart zegt eigenlijk nog van, of één, je gelooft er niet in, waardoor dat dus niet dan kan komen. Of twee, het universum, God, Allah, waar je in gelooft, zegt dat je er nog niet aan toe bent. Dat je nog even moet wachten. En dat is altijd vervelend te horen, hè, dat je nog even moet wachten. Maar wellicht is dat de bedoeling om het nog mooier te maken. Hè, want... Het is er al. 1. Heb er meer vertrouwen in. Dat wat er is precies divine timing is. En komt wanneer het nodig is. En wanneer de tijd er is. Dat je kan gaan shinen met wat je wilt. Het is onderweg. Maar blijkbaar, en daarom lachte ik. Moet nog even. Oh, ik krijg zo vaak reacties. Over deze kaart.
de torenkaart. En deze kaart wordt vaak gezien als een pittige kaart. Deze kaart zie ik vooral als de gehele maand is Venus en Pluto met elkaar. En Venus is de planeet van liefde, de vijf zintuigen, mooie dingen, lekker naar een restaurant, dingetjes kopen voor je huis en dat soort dingen. Maar ook liefde en relaties. En laten we niet even vergeten dat we, jammer genoeg, een retrograde hebben, ook 19 december, net als de volle maan, in Venus tot en met eind januari, zeg ik het goed? Ja. Dus 24 graden tot eind januari in mijn hoofd steenbok. En dit noem ik altijd de kaart van de planeet van steenbok en dat is Saturn. En Saturn haalt eerst de onkruid weg voordat je weer kan gaan vliegen. Begrijp je? Dus de onkruid kan zijn, als je in een relatie zit die niet goed voor je is, kan ik je vertellen dat je zeker daar gedoe mee zou kunnen krijgen. Als je een relatie hebt waar het heel goed gaat, dan zou je misschien dingen meemaken om de relatie te versterken. En als je nog geen relatie hebt, kan je best wel wellicht hele krachtige personen ontmoeten op dit moment. Dus bijvoorbeeld hele machtige, powerful people. Dat betekent niet meteen dat het de persoon van je leven is, want we zitten nog wel in 30 graden. Dus dat is belangrijk om te weten. Maar Pluto is de planeet van transformatie, kracht en power, macht. En dan hebben we Venus, liefde. En dat komt samen, eigenlijk mannelijke, vrouwelijke kant. Waar ik het net al een beetje over had. Dus, mooie dingen, maar wel interessante dingen. Ik hou ervan. Laat me weten hoe het met jullie is. Echt benieuwd. Nou, als je nog interesse hebt in de Goddess Sanctuary. De volgende is in mei. De februari is al uitverkocht. Van mei is al online. Wees er snel bij. Dat is ook de laatste keer op die locatie dit jaar. Want de locatie is fantastisch, maar heel snel uitverkocht. Dus dan weet je dat. Even kijken. Wat zie ik nog meer? Ja, wat ik al zei. Er komt een belangrijke keuze aan. Ik denk zomaar, denk maar even aan 10 juni. Een keuze die je al toen de tijd had, weet je wel. Die heb je dan gemaakt, maar niet volledig gemaakt of niet volledig afgemaakt. Niet volledig in geloof, niet volledig vertrouwd. En die keuze gaat meer dringen. Veel mensen denken vaak, en dat is ook vaak zo, de laatste maand van het jaar, gezien de feestdagen, dat het dan super relaxed is. Weet je wel, lekker ontspannen. Maar ik vind deze maand wel, omdat Venus-Pluto samen is en retrograde, volle maan in tweeling, best wel behoorlijk is qua energie. Dus brace yourself a little bit, maar meer op een manier van, er zijn nog een aantal dingen te doorknippen voordat we een nieuw jaar gaan. En wat ik ook meteen doorkrijg, ga niet meteen een moodboard maken voor het hele jaar, maar maak een moodboard voor 2 maanden. Elke maand 2 maanden. We gaan meer in het nu leven, worden uitgedaagd op meer in het nu te leven. Niet te leven in plannen te maken over 2 jaar. Als je dat wil doen, vooral doen. Alleen, geloof me, het gaat altijd anders lopen. Dat is meestal zo, maar nu helemaal. Wellicht krijg je een vluchtige bericht. Een vluchtig bericht van iemand die snel praat. Goed nieuws komt brengen. Dat kan een relatie zijn. Kan iemand zijn die heel snel voorbij komt. Die jou een goed gevoel geeft, maar die ook weer snel weg is. Het is geen king, het is een knight. Dus het kan ook een persoon zijn die... En dat het, ja, even heel lullig gezegd. Er komt geen man, maar een jongetje voorbij. Dat zou het kunnen zijn. Het kan ook zijn dat jij zelf een hele, zeg je dat, mentale inzicht krijgt die jou een versnelde vorm geeft van verandering. Waar we nu echt heel erg in zitten. De aankomende tijd kan je ook een enorme krachtige healer of coach, begeleider, mentor ontmoeten. Ja, dat kan ik zijn, maar dat kan ook iemand anders zijn. Daarover hebbende wil ik wel meteen even zeggen, ik krijg veel berichten over dat mensen bijvoorbeeld, of readers, berichten sturen van hey, I feel something, jij moet een reading met mij doen. Ik ben altijd heel relaxed, maar ik kan niet boos worden om dit
Dus ik kan je één ding zeggen. Geen ene healer of reader gaat in jouw inbox komen om te zeggen dat jij een healing nodig hebt. Jij en je eigen ziel en je eigen ancestors gaan jou laten weten bij wie en wat jij een healing nodig hebt. Of een reading. Alsjeblieft. Dat is één ding wat ik heel graag wil delen met jullie. Sommigen van jullie voelen zich nog af en toe een beetje gevangen. Wat vinden jullie van mij? We hebben vergeten. Ik voel me ook een beetje gevangen op een goede manier. Mijn pauwstoel. Hey, toch? Ik ben echt trots op. Ik vind hem zo leuk. Maar sommige van ons voelen zich wat gevangen nog. En die zitten vast in zichzelf. Hebben het idee, wanneer kom ik er nou uit? Doe me een beetje denken aan mijn video over ontwaken. Een van mijn beste video's bekeken. Terwijl ik daar echt het minste voorbereiding aan heb gedaan. Ik ben gewoon gaan zitten. Het geluid is hartstikke KUT. En blijkbaar is daar dus heel veel behoefte aan. Omdat we ook als in snel tempo aan het veranderen zijn. Collectief, als je nou wel of niet leuk vindt, wel of niet gelooft. En dat betekent dat dus al ons bullshit en al onze ervaringen, dat wordt versmolten. En dat je ineens het gevoel kan hebben, woede, puntje, ben ik eigenlijk? Wie ben ik? Waar ben ik van gemaakt? Wat doe ik hier? Wat is mijn waarom? Ik noem dat de Dark Night of the Soul. En daar ben ik zelf meerdere keer doorheen gegaan, maar het meeste 2019. Dat is, pardon, een van de pittigste momenten in je leven. Maar een van de grootste, krachtigste momenten in je leven. Dus zet door, hou vol. Hou vol. Zet door. En weet, adem in, adem uit. En elke dag is er weer een verandering. En elke dag is het weer anders. Ik geloof dat alles tijdelijk is. Dus ook pijn en gedoe. En we gaan richting de Queen of Pentacles. Sommige van jullie kunnen veel financiële overvloed verwachten. Onverwacht. Uranus is aanwezig. Die je niet zag aankomen. Als het geen geld is, is het heel erg overvloedig van binnen. Een stukje vrouwelijke energie en mannelijke energie in balans. Je voelt je zeg maar lekker veilig in je lichaam. Sommigen zijn daar al en sommigen zijn daaraan toegaan. Dus mooie dingen. Ik ga eens kijken wat de spirituele kaartjes zeggen. Sorry, sommige mensen vragen mij wat zijn die kaarten en het kaartendek. Sorry echt, ik gooi alle dozen weg. Ik heb eigenlijk ook niet eens kaarten nodig. Maar het is voor mij, voor mijn fans of voor mijn mensen die me volgen, handig om natuurlijk met kaarten te werken. Dus ik kijk ook niet naar je boekjes en dat soort dingen. Ik heb geen idee wat er allemaal in staat. Dus sorry voor als sommige mensen vragen mij in de comment. Hey Mi, wat is die deck? Ik weet het dan echt niet meer. Dus het is niet dat ik het niet wil zeggen of zo hoor. Oké. Okay. Let's see. Ik hou van deze kaarten jongens. Hou op. First of all, je wordt goddelijk geleid. Maar dat wist je al. Hoop ik. De Akasha Records, dat is zeg maar de bibliotheek van onze vorige levens, onze oude wijsheden, waar we altijd toegang tot hebben, waar we ons tribe vinden, maar die tribe vinden we natuurlijk ook hier in dit leven. Maar je moet ook, die tribe vind je als je zelf ook zichtbaar maakt, daar geloof ik in. Je tribe kan je pas vinden als je er durft te zijn, snap je? Als je durft uit te dragen wat je wil uitdragen in dit leven. Je wordt goddelijk geleid. De vragen die je zelf mag stellen. Wie of wat verlicht jou? Water zal goed voor je zijn in december. Altijd eigenlijk wel. Maar ook in december. Wat verlicht jou? Waar word je blij van? Wat geeft jou energie? Wat is nou je diepste verlangen? Deze is mijn eigen mantra toevallig. Grappig. Your, let's repeat it. Your, let's go. You're not for everyone. And accept that. Embrace your weirdness, face your true north. Wat ik hier meer dingen uithaal. Omdat veel mensen aan het veranderen zijn, laat ik even heel overdreven zeggen. Je werkt in een verzekeringsmaatschappij en je krijgt een burn-out. En je komt er niet 1, 2, 3 uit. Je merkt dat je meer verlangen krijgt om te werken als danseres, ik zeg maar wat. En mensen om je heen zeggen, gaat het even lekker.
wat ben jij nou eraan doen? Je moet gewoon voor je zekerheid gaan en gewoon doen waar je voor gemaakt bent. Interessant dat mensen weten waar jij voor gemaakt bent. Dat weet jij alleen. You're not for everyone. Dus mensen kunnen daar moeite mee hebben als je net even anders werkt dan anders. Toen ik heel vroeg toen jonger was, had ik daar echt wel moeite mee. Ik ben opgegroeid in een dorp. En dan word je snel klein gehouden, helemaal als zwarte vrouw. Dus dat was niet makkelijk. Totdat je gewoon je eigen weirdness en je eigen manier omarmt. Dan pas komt de juiste tribe, people, missie omhoog. Heb daar dus ook vertrouwen in. Maar dat betekent wel dat onze ketens moeten verbreken. Oude patronen helen en de toekomst herschrijven. En dat komen we ook weer terug weer op de torenkaart. Oude ketens verbreken, dat kan heel diep gaan. Het kan heel simpel zijn als, hou je nog vast aan de overtuiging van mama en papa? Hou je nog vast aan de overtuiging van de docenten? Hou je nog vast van de overtuiging van je vriendinnen en vrienden? Of nog dieper, hou je nog vast aan de overtuiging van je cultuur en religie? Of heb je iets anders wat van binnen aan het groeien is, die eruit mag? Aan jou de keus. Heel mooi om daarmee aan de slag te gaan deze maand. Strijd om vrij te zijn. Jezelf te verlossen van die handboeien. Enorm belangrijk. Oude gedachtepatronen en afspraken loslaten. Wauw, dit is echt... dit is gewoon één. Dit is gewoon like... Ik wil dat niet zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Ga ik het zeggen? Ja, ik ga het zeggen. Spannend. Nou, ik ben bezig met een Academy for Healers. En waarom ik het toch wil zeggen is omdat ik vooral dat stukje veel healers willen uitbreken, veel willen helpen, lichtwerkers. En tegelijkertijd hebben ze heel veel moeite om los te breken van hun oude patronen en hun oude overtuigingen. En dat is de eerste cursusopleiding die ik wil gaan inzetten. En dan heb je een masterstuk en dan gaan we meer richting hoe ga je ceremonies leiden, hoe ga je healen, enzovoort, enzovoort. Als je interesse hebt, kan je alvast mijn bericht sturen. Is allemaal nog aan het starten, allemaal nog aan het maken, maar blijkbaar moest het eruit. Dus het is eruit. Toch spannend. Grenzen. Waar moet je beter je grenzen aanstellen? Bij wie en waar moet je dat meer aan doen? Kijk even waar het resoneert. Grenzen is de key van een stukje vrijheid ook, hè? Maar ja, je gaat niet, not everybody gonna like it. And that is not your problem. Ik zeg altijd, dat is not your puntje problem. Yes, even kijken wat de manenkaarten te zeggen hebben. Hoe is het met jullie? Ik ben zo benieuwd. Ik krijg wel hier en daar een berichtje. Maar ik voel wel dat collectief veel gaande is. Let's see. En als, trouwens, als je niet van de groepen bent, ik heb natuurlijk ook gewoon healingpraktijk hier in Amsterdam-Noord. Waar je hartstikke welkom bent in het nieuwe jaar. Dan gaan we eerst een intekenen. Dan gaan we eens kijken wat ik voor je kan betekenen. Begin bij 3, 5, 7. Goed, wijk niet af van je standpunt. Welk standpunt moet je niet van afwijken? Nou, ik denk dat je ook niet gaat afwijken. Want we hebben te maken met de energie van tweeling en boodschutter. Eigenwijzer kan je niet hebben. Dus ik denk dat je het ook niet gaat doen. Dat je daar ook al hulp bij krijgt. Bij de energie van de tweeling en de boodschutter. Belangrijk om je wel je angst te overwinnen. Ja, nieuwe maan is schorpioen. De schorpioen, dat wil ik ook wel vertellen eventjes. We gaan natuurlijk over naar een andere noord- en zuidnoot. Even heel simpel gezegd, een paar knopen in de air. Even heel simpel gezegd. Je hebt zeg maar een soort van een stukje waar je van af mag. En een stukje wat je meer mag omarmen. En collectief hebben we dus dat nu een nieuwe die eraan komt. Dat is dus stier, daar mogen we meer naartoe. En schorpioen moeten we meer van af. We moeten niet af van de schorpioenen, maar meer de kenmerken van. En de kenmerk is controle. Dwang. Vasthouden aan. Niet willen loslaten en alles zeker willen weten voordat ze stap naar voren maken. Dat is voor de schorpioenen pittig, kan ik je vertellen. Omdat gaan ze aan de komende anderhalf jaar zeker last van hebben als ze daar niet los durven te laten. Maar ook collectief gaan we dat dus ervaren. Yes? We moeten dus meer het nu leven, daarom zei ik. Maak geen moedboek voor een jaar, doe maar 2 maanden. Meer nu, meer je eigen waarde, zelfwaarde. Wat is mijn waarheid? Daar gaan we meer naartoe. Geloof in het onmogelijke.
Maar ook al zie je niet het onmogelijke, nog steeds in geloven, hè? Net als die weg, je ziet niet helemaal waar het is. En gewoon elke keer, wat voel ik? Voelt het goed? Ja, het klopt voor mij. Go. Hier om je heen, chaos. Mensen zeggen, wat doe je, wat doe je? En door. Stap. Adem in. Go. Belangrijk. Blijf die stappen wel maken. En verwacht een krachtige verandering. Bam. Hoe mooi. Nu maan eclipse. Ja, we hebben eclipse gehad. Eclipse hebben 6 maanden invloed. We hebben natuurlijk 2 gehad. Dus de invloed kan nog allemaal komen. Je harde werk werpt vruchten af. We hebben heel veel geoost. Saaien gaan we zeker al doen. Dat is nu al gaande. Dat kan heel erg betekenen voor de steenbokken. Of de kenmerk van steenbokken is heel hard werk. En heel ambitieus zijn. En heel veel voor elkaar willen krijgen. En dat is een hele mooie bevestiging voor mensen die wachten. Je hebt je doel bijna bereikt. Nog even. Yes. Nog even volhouden. Echt waar. Het is een bijzondere periode. Wordt ook uitgedaagd natuurlijk hoe het allemaal in de wereld gaat. Laat je niet te veel meeslepen. Blijf bij je eigen waarheid. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Slang. Ik verbind je met de cyclus van leven, dood en wedergeboorte. Met de transformatie van dualiteit naar heelheid. Door je oude huiden regelmatig los te laten, heel jij jezelf. Groei je bewustzijn en til jezelf omhoog uit de stoffelijke wereld. Wauw, dat en die gebeurt wat ik net al zei. En echt, er is echt het vervellen van die slang. Weet je, we zijn helemaal ons aan het vervellen. Prachtig, de hert. Ik leer luisteren en te handelen naar je zuivere intuïtie. En laat je inzien dat zowel je innerlijke als je uiterlijke schoonheid erkend en gezien wilt worden. Stel niet te hoge eisen aan jezelf. Toon je creatie en streef zuiverheid na vanuit eigenliefde. Oeh, zuiverheid na vanuit eigenliefde. Dat je innerlijkheid wordt geheeld, word je vanzelf mooier. Hè? Dus ik voel hier ook een beetje, let op de oppervlakkigheid van het leven. Gaat om veel meer. Mooie dingen. De otter. Ik help je om niet te blijven hangen in zaken die zonde zijn van je tijd. Door te voelen wat jouw pure vreugde geeft en je daarop te richten. Blijf je op jouw gekozen pad en maak je dat niet ingewikkelder dan het is. Oeh. Dus maak het niet ingewikkelder dan het is. Blijf je op je gekozen pad. En blijf niet hangen in zaken die niet belangrijk zijn. Is het over een jaar nog belangrijk? Die vraag stel ik altijd vaak. Is het nog over een jaar belangrijk? Niet eens over 6 maanden. Waar maak ik me in God's name druk over? Dat is een beetje hoe het bij mij altijd werkt. Konijn, ik help je om je veilig... heid in jezelf te vinden. Niet je verstand of je zintuigen, maar je innerlijke stem vertelt je het verschil tussen angst en intuïtie. Go down the rabbit hole. Leer jezelf kennen en laat je leiden door je hart. Zo sta je krachtig in de wereld. Ja, ik ga deze niet meer uitleggen. Hij is gewoon helemaal af. I love it. Gaan we eens kijken. Het zijn hele simpele kaarten altijd, maar ik vind ze zo mooi ook. Waar we deze maand meer bezig mogen houden. Ik hoop dat je een mooie kerst hebt. Als je geen kerst viert, nou ja, hè, ook. Maar ik hoop gewoon dat je mooie dagen hebt, laat ik het zo zeggen. Maak het voor jezelf toch gewoon even lekker fijn. Ook al had je misschien andere dingen voor je gezien. Oké, okay, we need a beauty ritual. Hè, ga lekker naar de hammam of lekker je gezicht laten doen. Of ontspanning. Jij weet wat het beste bij je past. Gebruik je journal. Hè? Misschien moet je al schrijven. Wat was het, hoe was 2021 voor mij? Wat wil ik loslaten? Wat kan ik toetrekken? Wat wil ik anders gaan doen? Hè? Een stukje manifesteren. Maar doe dat wel even na de volle maan. Dus niet tijdens de volle maan. Maar laten we zeggen een week later. Lekker sporten en bewegen. Body, mind and soul. En een burning ritual kan ook heel krachtig zijn. Lijkt me simpel. Even zo'n ding halen, wat is zo'n ding nou weer? Zo'n pan waar je dus vuur in kan branden. Niet een pan, maar je hebt een ander woord voor. Jullie helpen me altijd wel in de comments. En dan burning ritual. Wat wil je loslaten? Ik vind het een hele krachtige ook, hè? Want je kijkt er ook naar en het vuur is super powerful. Dus wellicht kan je daar wat mee. Welke kaart als laatst wil ik nog trekken? Kijk. Gelukkig wil ik dit ook nog even doen. Ik verlies mezelf. Niet verlies, maar ik verlies de tijd altijd als ik met jullie praat.
Vinden iedereen het ook hartstikke leuk. Ik ben alleen maar lekker veel aan de kaart trekken voor jullie. Maar ik heb zo een Zoom-gesprek en ik denk, oh ja, wacht eventjes. let's see. We hebben te maken met de White Tara. You are becoming a sensitive. Avoid harsh relationship, environment, situaties en chemicals. Dus je hooggevoeligheid kan heel erg versterken en vergroten. Let daarop. Dus chemicalen, mensen kunnen te veel in je hoofd komen of too much. Bescherm jezelf daarin en kijk wat je daarin nodig hebt. Ask others to help you instead of trying to do everything by yourself. Doe je alles, wil je alles zelf doen? Want jij weet dan zeker dat het lukt en goed gaat. Heel herkenbaar hoor trouwens. Maar ik moet ook man. Dus samen kom je toch beter uit. Stop worrying, everything gonna be fine. Geen zorgen, maak je geen zorgen. Alles is tijdelijk, misschien helpt dat. Alles is tijdelijk en iedereen heeft zijn lot. Dat is altijd de zin die mij altijd wil helpen. Your independence is a foundation for your strength and success. He, je onafhankelijkheid is de kracht en verdeling voor jouw succes. En dat betekent niet dat when you know, you know. He. Dus ik merk aan mensen die bij mij in de healingpraktijk komen, willen gisteren al een healingpraktijk opzetten of willen al meteen weten wat allemaal gaande is. Zo werkt het niet. Er is een divine timing. En iedereen heeft zijn eigen unieke pakketje om uit te pakken. En zijn unieke vervelling. En dat kan je niet. Niemand kan dat kopiëren van jou of andersom. And true love is coming. Of is al aanwezig of wordt versterkt. The romantic stirring in your heart have propelled the universe to deliver you great love. Hou me op de hoogte. Gaan we eens kijken wat voor charms we hebben. Veel. Eens kijken. Let's see. We hebben de mermaid. De mermaid. Je hebt een hele uitgebreide uitleg online. Maar kort gezegd komt het op neer. Is tijd om 1. Los te laten. Meer overgave. Go with the flow. Het heeft ook te maken met omarming van je vrouwelijke en krachtige energie. Man of vrouw maakt natuurlijk niet uit. We hebben allemaal vrouwelijke energie. Het is belangrijk om nog iets door te knippen. Wie of wat. Niet letterlijk iemand knippen. Maar iets mag weg. En jij weet heel goed wat het is. Iets mag weg. We gaan eens kijken. We hebben namaste. We zijn allemaal het één, hè. Maakt niet uit wat wel of niet geprikt. We zijn allemaal hetzelfde. Wellicht in je dromen kan je dingen doorkrijgen de laatste tijd. Sowieso best wel een bijzondere energie qua spiritualiteit. Dat is echt veel dromen. Dus misschien ook handig om dat te journalen. Weet dat je blessed bent, gezegend, begeleid, ondersteund door wie je ook, waar je ook in gelooft. En you have to be brave de aankomende tijd. En brave kan ook zijn dat je even afwacht. Of dat je juist doorzet, actie zet. En expect a miracle. Wauw, mooi hoor. And you have to believe. Want een miracle gaat er anders uitzien dan jij denkt. Dat krijg ik net even door. Die gaat er anders uitzien dan jij denkt. Experience will give you wisdom. Dus ervaring gaat je heel veel wijsheid geven. En we hebben empty yourself and let the universe fill in. Oeh, die is mooi. Toch? Nog een keer, empty yourself and let the universe fill you. Ja, hey. Die vind ik echt mooi. En dan hebben we nog een Boeddha, zingeving en rust. Tot jezelf komen, connectie met de hoger divine. Wat we allemaal kunnen, allemaal hebben. Maar als jij je volstopt met overtuigingen van anderen, van tv, nieuws, al het gaande is. Hoe kunnen de engelen, ancestors, whatever, allemaal binnenkomen? Hoe? Hoe, waar is de ruimte? Er is geen ruimte. Weet dat ze er altijd zijn. Maar ze kunnen meer ruimte creëren als je ruimte geeft. Even kijken, als ik alles heb gezegd. Nou, zo goed als, denk ik. Let goed op jezelf, roze volle maan. Wees lief voor jezelf. Neem je rust. Trek terug als het nodig is. Ik ben heel erg dankbaar voor jullie liefde en aandacht. Ik ben ook heel blij om te horen dat jullie zoveel aan de readings hebben. En als ik je ergens mee kan helpen, healings, The Goddess Sanctuary,
komt dus een academy komt eraan. Veel gaande, weet niet te vinden. Als je vragen hebt, kan je het vinden op Instagram. Dan zien we jullie daar even. Heel veel liefde. Doei doei, mooie dingen.